ik ben weer wat aan het maken. Ja, helemaal geweldig. Ja, ja. Heb ik hier een afstandsbediening? Hoe het werkt, weet ik nog niet, maar daar gaan we achter. Wacht. Hele goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick, ja dat zijn wij. Het is vandaag alweer maandag 25 januari 2021. En het is net 11:30 geweest en ik loop lekker met mijn meisje, met Lady, lekker buiten. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En zoals ik dus al zei, loop ik lekker met Lady buiten, ja. Lekker, hè meisje? Ga mee? Was je papa doen? Nee, jij. Jij. Lekker, hè? Kom. En dan gaat mama ook zo eventjes weer kijken. Live op Bigo. Is even doen in huis. Kom. Lieve schat, kom. Ja. Ja. Kom maar. Waar zijn de twee zusjes dan? Waar zijn de dames? Nee, niet. Geen interesse. Ook goed. Je vindt het lekker even, hè? Ja. Dat denk ik wel. Ga mee. Doei. Lady. Kom dan. Ja. Yeah! Nee, toch maar snuffelen weer. Doei. Kijk dan. Kom. Ja. Yeah! Ja. Yeah! Wachten. 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 Ja, kom. Kom, doe maar. Loop maar. Hoog steken. Heel goed. Goed zo. Dames. Rustig. 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 En mensen laten wachten. Goed zo. Kom maar.
Rustig. Rustig. Oh, is dat zo? Is dat zo? Is dat zo? Wil je op en op balkon of zo dan? Nee. Mag hoor. Maar het is een beetje koud. Nu nog. Ja, ja, lekker kriebel hè. Al die rothaartjes. Al die rothaartjes. Ja, kriebel, kriebel, kriebel. Ja, lekker hè. Waar ga je naartoe dan? Ja, wat is er dan? Wat is er dan? Wat is er dan? Tell me. Kom eens hier dan. Kom hier. Bolly. Bolly. Kom dan. Bolly. Ben je lief? Ja, altijd. Ben je lief? Kom eens hier. Knuffel. Maar ik heb ook nog wat gezegd, hè. Dat krijg jij straks. Lekker koekie, hè. Koekie zometeen krijgen, hè, van mij, hè. Ik zit dat hele stukje weer terug. Nou, ik heb lekker twee bolletjes met filet americain. En er zit iemand ook daar te hannesen, te kijken. En ik zit gezellig op Bigo, ja. Dus ja, ik ga dit even lekker eten. Ik ga dat weer even aandoen. En dan vind ik het helemaal prima. Eet smakelijk. En een duimpje omhoog. Dat is keurig. Maar lekker plasje poepoe doen, hè. Kom maar. Hé. Hey. Wat het niet. Nou, kom. Lopen, kom. Ja. Kom maar, kom maar. Go. Kom maar. Ja, het is inmiddels alweer 3:55 in de middag. Ik heb er ook al rond 15:28 wakker gebeld. Dus die zou rond 4:00 bij me zijn. Maar ik denk, ik ga nog even lekker met Lady lopen. Mag ook. Dus ja, even lekker lopen nog met haar. En dan vanavond weer. Ja. Yeah.
Ja. Helemaal goud. Helemaal goed. Dus ja. Nou, ik heb het koud en het is ook koud. Nou, mama die heeft gebeld naar de dierenarts. We hebben Elwing even gewogen. Ze moet dus nu eerst weer loops worden. Voordat ze dus geholpen gaat worden. Dus waarschijnlijk ergens eind maart, begin april, midden april wordt ze geholpen. Eindelijk. Het is even weer wat geld wat er over de balk gesmeten moet gaan worden. Alles voor Vee / Elwing. Moos. Vee. Elwing. Elwing. Vee. Moos. Elwing. Moos. Vee. Vee. Elwing. Moos. Ik weet het allemaal niet. Ik vind het allemaal prima. Maar ja, het is koud. Ik heb even lekker op de vlogjes kunnen maken. Ik heb even op Bico gezeten 3 uur. Dat is wel heel veel, maar het was ook lekker rustig, moet ik het zeggen, even voor mij. Ik heb gewoon even lekker mijn ding kunnen doen. Ja. Nee, bah. Bah. Kom. Bah. Kom hier. Dus ja. Ik ga nog even mijn rondje afmaken met Lady. Mijn zus die heeft dus nu ook een hond. Ritchie. Ritchie. Dus weer een hond in de familie. Dus ja. Oh, kwam weer goed. Nou, ik ben weer wat aan het maken. Ja, helemaal geweldig. Ja, ja. En dat is namelijk dit. Ben ik lekker aan het maken. Koekoedekoek. En dit is mijn tweede keer dat ik het maak. De eerste keer had ik het in een pannenkoekvorm. Kun je ook terugzien op en op mijn Insta en alles. En nu heb ik het zo. Zoals het dus op het plaatje staat. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Een beetje zoals op het plaatje staat. Dus dat ga ik zo meteen even opdienen. En dan lekker smullen. Dan heb je hem ook. Ja, een hele goede avond. Nou, daar zijn we weer gezellig samen. Met z'n allen. Hier samen. Maar ik heb een pakketje binnen. Een heel groot pakketje nog wel. Dus, ja, wat zit erin? Wat zit erin? Wat zit erin? Ik zal eens eventjes de statief even anders neerzetten. Zodat jullie mee kunnen kijken wat erin zit. Volgens mij begrijpen jullie het al, denk ik. Kijk. Het is rond en plat. Het is heel mooi rond. Wat een ziek idee. Kijk, bubbeltjes plastic. Daar ben ik blij mee. Dat is karton. Dat is karton. En daar zit een statief in. Yes. De pizzadoos kan weer, hè? De pizzadoos, die kan weer naar de kelder. Op een goede manier, dat lijkt me handig. En dan ga ik weer zo doen. Nu steng ik een beetje scheef, dat is niet handig. Nee. Mooi. We beginnen bij deze, want dit is een statief. Ja. Ik wou net zeggen, scherp, dank u. Kijk, en daar kan ik weer lekker mee spelen. Hij is toch nog best mee voelen. Oké, wel stevig. Hij is inderdaad stevig. En we dachten dus van niet. Het zou van aluminium zijn, maar het lijkt wel heel erg veel staal. Het zou gevuld aluminium zijn. Het aluminium hoort heel licht te zijn, maar dit is zwaarder dan aluminium. Oh, dat is, en dat is een beschermdopje. Een beschermdopje. Kan dus niet groter maken. Nee, oké. Okay, nee, duidelijk. Maar je kan er wel helemaal
zo neerzetten. Je kan ook dus ervoor kiezen gewoon lekker wat hoger. Hij blijft wel staan? Hij blijft wel gewoon staan. Oké, stevig. Stevig genoeg? Heel stevig. Vind ik van wel. Okay. Dus dat is een hele goede review. Oh. Dus, dat is het pootje. En dan hebben we een beschrijving. Het is een beetje in het Engels, aluminium plus PC, heet ik het. PC, is er ander? PVC. Even kijken. Daar ben jij weer beter in, want er staat LM, 24 LM en 26 LM. Lumen. Ja, lumen, ja. En ik laat het eerst even aan jullie zien. Kijk, hoe mooi. En dan hebben we nog aan deze kant ook nog. Hij gaat echt snel op scherp, hè? Kikken. Ik ben heel veel paars. Ja. Het is me net hoe. Nee, het is me net omdat ik dus daar nu licht heb. Ja. Wat hij pakt. Dus dat, ja. Even kijken. Ja, dat mag. We hebben een hele mooie lamp. Ik ga hem er gelijk uithalen. En we hebben nog een hele kleine afstandsbediening. En dan zit hier dus niks meer in. Ik wil dat zelf helemaal kapot maken. Leuk. Ik dacht dat een zwarte afstandsbediening bij zou zitten. Ja, maar het is me net van wat ze hebben, wat ze krijgen. Dus even kijken. Ja. Zo, ik doe deze even gelijk. Goed, inderdaad. Zodat hij dus deze hier op kan gedraaid worden. En dan heb je een heel mooi. Zo. Ja. En dan heb je nog deze. En dan kan dus daar mijn telefoon in. Jee. Kan dat mijn achterwerp op? Die achterding zit. Nee, even los. Ja, je kan heel veel draaien, maar ik ga dat dus nu nog even niet doen. Okay. Deze kun je ook losmaken, toch? Ja, je kan alles hier losmaken, want je bent nu allemaal dingen aan het vragen terwijl ik kijk. Zo. Nee, maar moet je even niet zo heel veel doen. Kijk. Je kan hem inderdaad losdraaien, dan heb je hier dat balletje, maar dat is niet handig. Nee, dan kan draaien, zeg. Ja, maar dat kan je nu ook gewoon draaien. Maar hij is nog een beetje stug, dus daar moet je rekening mee houden. Kijk, want nu is het heel moeilijk om dit er weer op te zetten. Omdat het zo stug nog is. En ik ben rechts. Kijk, inderdaad. Even kijken. Kijk, hij zakt inderdaad heel snel. Hij is even nog wennen. Hoe deze zit, maar deze kan ook gewoon zo. Oh. Gewoon zo en dan heb je dus hier. Ja. Kijk, je kan er. Ja, maar daar is ik al. Je moet nog een hele hoop buigen en alles ermee. Mm-hmm. Kijk. En dan heb je dus een ringlamp waar ik dus mijn telefoon in kan doen en waar ik deze in moet doen. En Joost mag het weten. In een stekker of zo. Ja, even eentje vinden. Ja, dat mag. We gaan even vinden voor jullie. Heb ik hier een afstandsbediening? Hoe het werkt, weet ik nog niet, maar daar gaan we achter. Wat? Zo, wat? Hij is lekker veel. Hij is behoorlijk veel. Ik ben niks meer zien.
Dat is beter. Zo. Oké, oranje, ja. En een beetje wittiger. Hier, dan kom je wat feller. En dan nog een keer. Dan even op plusje drukken. Dan nog een keer op min drukken. Oké. En dan nog even weer op plusje, dan zie ik tenminste wat. En dan doe ik op het draaiknopje. En we deze weer. En op plusje drukken. Dan weer even op minnetje drukken. Even kijken hoe ver die gaat. Zo, pats. En dan weer op die. Nou, dat is eigenlijk dit. Oké. Nou, dan gaan we gewoon weer even dit doen. Vind ik leuk. Au. Dat is niet te zijn. Oké, maar als ik hem nou dus op mij ga schijnen, pats, yes. Jij moet dan de camera ertussen houden? Het handigste? Nee, even, ik wil kijken qua hoe het nu eigenlijk naar mij toe... Ja, oké, dan gooi je eerst dit en dan later dat, oké. De ene kant is goed licht, de andere kant is een beetje donkerder, ja. Het is blauwig. Ja. Ochtendgloren. Is helder wit. Ja. En dit is? Weet ik niet, maar doe niet. Doe maar even iets zachter. En dan ga ik nu en naar het warme. Warm wit. Ja, dat is heel warm. Lekker warm. Haardvuurtje. Maakt wel een verschil, ja. En als je nou uitzet en je zet hem even voor mij neer. Hoe bedoel je uitzetten? Uit, gewoon uit. Ja, ga ik even hier zitten. Zet die lamp hier neer. Zo. Ja. Ja. Ik doe het even zo. Echt op jou gericht. Niet zo ver, niet zo ver. Nee, okay. Ga ik even hier tussendoor filmen. Oké. Kijken. Dan doe ik hem nu weer aan. 1, 2, 3, denk ik. Ja, 1, 2, 3. Wat? Okay. Zit deze nou niet in de weg? Ja, een beetje. Zo beter. Ik zal hem eventjes, ja oké, de ringlamp uit beeld halen, ja. Zo beter dus. Ik heb jou in beeld krijgen, ik doe even ervoor. Zo. Lukt ja, doe ik hem nog eens. Nou, dan doe ik hem eerst even uit. Ja, uit. Dan krijgen we dus deze stand, gewoon het achtergrondlicht met lampen buiten, lampen binnen, et cetera. Dit is de normale... Nachtstand. Nachtstand. Oké, doe hem eens aan als je wilt. Dan doe ik hem dus nu bij 3, 2, 1. Pas. Als je hem ietsje dimt. Ja. Dus twee keer drukken, dimmen. Ja, kan je nog een keertje drukken? Min? Ja. Nee. Hoeveel kan je dimmen? Dit is de laagste stand. Oké, wat is de hoogste stand? Dit is nog één erbij. Ja. Dit is nog één erbij. Ja. Dit is nog één erbij. Ja. En er is nog één erbij? Ja. En er is nog één erbij? Ja. En er is nog één erbij? Dat is meer. Ja. Toch wel? Ja. En dat was de laatste. Ik zie hem niet meer, want het is te fel. Oké, dan ga ik hem weer even dimmen. Ja. Want ik zie het ook zo wat niet meer. Uh-huh. Ja. Zo, po. En dan doe ik hem eventjes op een andere kleur. 1, 2, 3. Het is blauwig. Ja, blauwig, ja, ook voor het ochtendgloren. En dan ga ik hem eerst helemaal en naar de min doen. Nou, daar zit hij dus nu al op de min. Hm. Dan ga ik hem nu naar de plus doen. Dus 1 erbij. 2 erbij. 3 erbij. 4 erbij. 5 erbij. 6 erbij. 7 erbij. En dat was hem. Ik dacht namelijk dat iets 10 standen had. Ja, volgens mij wel, maar ik weet het even niet meer zeker. Geen idee nu, op dit moment. Zo. Nou, die takjes aan de hoge kant zijn kleiner dan de lage kant. Ja, zo. Wat? En dan doe ik hem nu weer op de switch naar de warme kant. 3, 2, 1. Dit is de blauwe. Het zal, ik dacht dat ik net een blauwe had, maar... Ja, had je ook. Nog een keer?
Oké, dan moet ik dus nu daarop drukken. Sorry, dan ga ik nu wel switchen naar de warme kant. In 3, 2, 1. Juist, dat is hem. Een beetje oranje. Och, oranje. Ja. En als je hem ietsje verder zet? Ja, dat doe ik zo meteen. Ik ga nu eerst kijken hoe ver hij naar beneden kan. Dus als ik nu op min drukken. Nee, hij is het laagste. Dan ga ik dus nu de plus drukken. In 3, 2, 1. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die zie ik niet meer. Die zie ik ook niet meer. Dat was hem. Oké. En dan ga ik weer naar de min toe. 1. 1. Juist, dan gaat hij naar beneden. Dit zijn wat kleinere stapjes dan dit. Ja. Dit zijn de wat grotere stappen. Dus dat is hem. En dan nog even een keertje kijken hoe en wat. Dan ga ik weer switchen naar een andere kleur. De felle, denk ik. 3, 2, 1. Dat is weer de blauwe. Dan ga ik weer switchen. 3, 2, 1. Oké. Twee blauwe? Ja. Dat één natuurlijk wit was, één blauw en één warm wit. Nu warm. Warm wit? Blauwig. Dit zal helder zijn. Natuurlijk, ja. Helder kan. Zijn? Helder wit. Dit is blauwig. Dit is blauwe, 6500K. Je kan er gewoon doorheen cyclen of moet je heen en weer? Nee, kijk, ik kan gewoon op en op een knopje drukken. Oh, oké. Okay. Dus dat! Ben ik er blij mee. Dat is mooi, dat je er blij mee bent. Top! Yep.